Hallo, ik ben de Messer en welkom bij de nieuwe serie. Eindelijk is die hier dan. Bayonetta 2. Press any button. Dit prachtige homescherm. We gaan op een knopje drukken. En wij gaan lekker beginnen. Zoals je ziet, geen data. Ik speel dit op de Switch. Bayonetta 2. Mensen, dit is mijn favoriete game. Van alle games die ik heb gespeeld, is Bayonetta 2 echt volop favoriet. Waarom? Dat zul je gauw genoeg zien. Ik hoop dat ik jou dat echt gewoon goed kan laten zien waarom dit mijn favoriete game is. Veel leuker dan 1 in mijn. Ja, 1 is ook fantastisch. Maar sowieso de difficulty hier is wat makkelijker. Als in 1. Je hebt geen quicktime events. Dus dat scheelt ook al. En fijn, het ziet er mooier uit. En jullie krijgen ook mooie gameplay omdat ik het via mijn Switch opneem. Genoeg gepraat. We drukken op deze. We gaan op nummer 1. Gaan wij data gooien. En hier bij Tagline is. Fijn. We gaan naar de story. En we doen hem. Even kijken. Doen we gewoon op normal. Prima. In the universe. Of light and dark, where perception is reality. Legend of Aesir, a legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the trinity of realities to be split into three realms: light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers, most of all ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Eternity quietly looking upon the earth in this holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature. But now we were thinking things, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir have been granted the power of creation.
cheeky. No one bothered telling me any of your kind survived. Well, at least you're the silent type. The last sage I met spent 20 minutes rambling on and on. What? Escape this fate. We will perish together. My dear sweet child, at last you have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. But the right eye of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the Lumen Sages. Nou, goed. Dat was de intro. Ja, ik hou altijd even mijn mond met dat soort dingen, want ik vind dat wel een beetje dat je het verhaal moet kunnen volgen. Je ziet Bayonetta gooit je nog steeds gelijk in de actie terwijl het verhaal verteld wordt. En dit is het scherm wat je krijgt nu om een chapter te kiezen. Nu gaan we naar de prologue, The World of Chaos. Laten we gelijk beginnen. Starten. Waarschijnlijk moet ik mijn mond weer... nou goed, dat weet ik. Ik weet dat ik mijn mond hou. Hier komt best wel een lange cutscene aan, dus daar gaan we. What I need? Some heels without guns. You don't mind if we make a quick stop, do you? Do you know what day's coming up? Here I was shopping, minding my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you, for free. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you can off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you! But if it's that or getting torn limb from limb for eternity in whatever circle of Inferno you witches go to if you break the contract, forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey, what the hell? But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off
to the afterlife for. Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my dear? Real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear the fucking end of it. Know how to make an entrance, John. A rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza, you haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in Lightbringers, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. What's the matter with you? I told you what I'm after. A jet! I want a toy jet! You know, the kind with wings, flies in the sky. No, I'm not buying any damned angels. Yellow, blue, I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards, you hear me? Just a normal damn jet, please! You hear that? I want one of those! The thing's flying in the air right now. That's the one. That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon. Just hurry up and put it in the box, will you? I try to avoid doing this in my Sunday best. Thank you.
Sorry dat het scherm nog even zwart werd, maar dat kon dan al dan lang niks meer zitten doen. Ja, Bayonetta 2, je ziet het weer, we zijn er weer met seksistische toestanden en nou goed, dat is allemaal geweldig natuurlijk. Touch controls, ik kan met touch controls spelen, maar dat doe ik niet. Ik hoop dat de audio een beetje leuk is. Dat hoop ik. Ik kan zien mijn style someday. Oh. Zit ook ietsje zachter zetten. Zo, even 36, prima. Maar goed, next. Dan weer de kick. Nou, je ziet ze kickt veel sneller dan in Bayonetta 1. Nou, en dan hebben we wat combo's die we kunnen gebruiken. Gewoon bijvoorbeeld de bekende combo's. Stel niks voor. Dan hebben wij dit, kunnen wij natuurlijk. Als we dat ingedrukt houden, kunnen we schieten. Dan kunnen wij evaden natuurlijk. Dus de witch time. Nou ja, dat. En dan witch time. Juist, nu dus. En dan kan je hem dus even lekker slaan. Nou, we weten allemaal hoe witch time werkt. Als je deze serie nou voor het eerst kijkt en je hebt alleen net één niet gezien van mij, moet je wel even kijken, hè? Dan weet je een beetje hoe het werkt. Goed, dan gaat hij. Het echte spelletje. Maar we hebben onze Wicked Weaves nog niet. Dus daar moeten we even rekening mee houden nou. Hop, hop, hoppa. Helo's, een very rare item, maar fijn, dat is natuurlijk het geld gewoon. Hop. Hop, hoppa. En hopsakee. This is why I never buy anything on sale. Didn't I say it? This is why I can't have nice things. Damn it, car, start already. Right on time to deliver a little holiday cheer. Oh, fucking wonderful. Rodan? But I don't believe in sin. Watch your mouth, Enzo. Don't want anyone offering you for sacrilege before you pay your tax. I'd be fucking leaveable, Doc! Juist, en nu hebben we dus de Wicked Weaves die wij kunnen gebruiken. Dit werkt wel even anders. We hebben natuurlijk de Magic Gone Gage. Dat ook weer raar zeggen. De Magic Gage. Maar nu kunnen wij op de shoulder button drukken. En dan hebben wij dus. Sorry voor dat geluid. Dan hebben wij dus Amazing Special Attacks. Dan doen wij dus de Umbran Climax activeren. Waardoor wij hele sterke aanvallen kunnen doen. Nou, dat gauw genoeg zien. We hebben nu die balkje bovenin. En wij kunnen nu Wicked Weaves gebruiken. Juist, kijk eens aan.
mooi is, ik ken al deze muziek is ook uit mijn hoofd. Maar goed, ik zal het niet meezingen, want een beetje vreemd ook. Goed, nog meer jongens. Hoppa. Oh, Yes. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de torture Dex. Hopla. Sommigen zijn natuurlijk wat anders zoals je net zag. Hoe die weer in elkaar wordt gezet, dat is even de vraag natuurlijk. Nu is je dood. Green Laurel, dat weten we, dat restoort gewoon onze health. Oeh, shit hé. En zoals je ziet is onze health lager dan dat we gewend zijn. Hopla! Ja, maar dit is echt een heerlijke hack and slash game. Dus echt 100% zeker een aanrader. Kijk, en nu kunnen we dit activeren en nu hebben wij dus echt van die super aanvallen constant. En nu is dat weer afgelopen. Maar je ziet hoe graag dat is. Hup, hup, hupla. Oppassen, hoos. Kijk, normaal zou het een quicktime event zijn, maar goed, die zijn er niet meer, dus dat is mooi. We gaan springen. Een zilveren medaille, prima. Oké, die proberen wij aan te vallen. Hoppa, en witch time, slaan, sodomieter. En weer slaan. Oké, we zitten nu in de shit. Oh, oké. Slaan voor zijn moer. Oké, mooi. Probeer de combo zo hoog mogelijk te houden natuurlijk. Nou, Jean. Hop, 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 hop. Wow, auw. Dit is. Oké. Ik moet zeggen dat het lang geleden is dat ik BNR 2 heb gedaan. Maar ik ben heel blij dat ik het weer doe. 1, 2. Juist. Oké. Did you get everything? Forgot the caviar. You think they're still open? It's not Christmas without caviar. Let's finish this quickly then. Oké, dan gaan we met Jean. Gaan we lekker die boss niet doodmaken. Hup, 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 sa. Auw, hetsie. Auw, hetsie, weer niet toch. Oké, en nu. Huppa. Flinke klap geven. Punish. Hoppatee.
oppast. En nu is Mojiel natuurlijk weer. Hoppa. En hoppa. Met een mashing. Oh. Ja mensen, je ziet goed tegen Gamora. Onze demon die we altijd spannen in Bayonetta 1. Om iedereen te devouren. Die zich nu tegen ons heeft gekeerd. En waarom? Dan moeten wij dus nog achterkomen. Hop, 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 hop. De poot, zo, op de sodomieter. Juist. En, hup. En dan de trapjes schieten, oh eens. En hopla. King Kong, zie je dat mensen? Hubba! Wow, oké, okay. Gepast. Auw, het is hier. Aanpakken. Wow. Oké. Oppassen, huppa. Deze weer activeren. Finish, we ook wel even, huppa. Flinke klap, maar krijgt hij top. Hoppa, kopstoot van me dan, maar butterfly. Butterfly. Oké, hoppa. En dan is het tijd voor de climax. Sage, is revenge not all you desire? I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed your love. Who
witches get dragged to hell. It is what it is. Jean's gonna wander Inferno's suffering for eternity. Them's the breaks. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? You know, she's pretty hot for a dead chick. You wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living. But looking at her now... Nah, still not a fan. She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm of the Trinity. But that's just a matter of time. Cause I don't see no way of saving a soul lost in hell. What about the gates? The real gates of hell? I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. You'll need this. The heart of an Umbra Witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Should keep her body in this realm stable. But you'll need to reunite this with her soul if you're gonna try and bring her back. I figure you got about a day before it's game over. Enzo, you've got a jet, right? What? No! No, 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 no! I do not know! Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home! They're waiting for me! And I still got a place Santa tonight! Let the real Santa take care of the presents. Now let's go! Hey, I said I believed, but Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Hey! Let go! Let go of me! Why do I always get wrapped up in this shit? Okay, dat was de proloog, The World of Chaos. Zo. Sorry voor die Snapchat-geluidjes. Een gouden medaille, dat is prima. Ja, toen ik dat tweede Snap-geluidje hoorde, dan hoorde ik mijn telefoon weg. Het is wat, hè? Ik vind het een heerlijke game. Ik hoop dat het geluid allemaal goed was, dat het prima was. Dat ga ik allemaal nog even checken. Of ik hard genoeg was, of de game niet te hard was of te zacht. Dus altijd even proberen, episodeje. Goed. Oh ja, en ook iets wat we niet hebben. Ook examen. Een protocompliet. We hebben ook geen Angel Attack meer. Is dat jammer? Nee. Goed. Maar voor nu zet ik een punt achter, beste mensen. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Submens. Namens mijn mens. En laat me zo niet meer weten wat je toch gaat volgende keer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.